En hallo mensen, welkom terug bij Bionicle Heroes. En we gaan vandaag weer verder. En vorige keer waren we gebleven bij Vezox Deluge. We gaan het opnemen tegen Vezox. De eerste Piraka. Let's go. Ik heb trouwens alle upgrades voor de fire. Mataal. Zoals ze die noemen. Mataus. Whatever. Oh, ik moet die ability hebben. Voor, oh, is het serieus gewoon meteen on? Oké. Ik had dit... Oké, dus deze Piraka... Deze Piraka had ik dus. Als figuurtje. Deze Piraka had ik als figuurtje. Die had ik letterlijk in real life. Ik neem aan dat fire zijn zwakte is. Aangezien hij blauw... Hij doet meer met water. Switch openen. Hoppakee. De shotgun doet ook iets, weet ik niet. Geen idee. Shotgun is echt wel echt fucking OP. Oké, de eerste hit. Denk je nou? Mijn fire Mataal is helemaal upgraded, boy. Hij is in gevaar. Aangezien hij van water is, is het gewoon meteen over. Oh nee, wacht. Het zou juist andersom moeten zijn. Oké, kom maar, tweede hit. Waarschijnlijk nog een derde hit en dan zijn de armor er vanaf. Dat is waarschijnlijk voldoende om hem neer te halen. Ik was ook van plan om Kingdom Hearts weer op te pakken. Ik deed het in het Engels. Ik ga nu afmaken in het Nederlands. Maar dat heb ik al verteld.
streamen in het Engels. Dus alleen ik wou ook gewoon zelf een Nederlandse fanbase opbouwen en niet een niet alleen internationale fanbase. Slash community, ja, dat is wat je fanbase noemt. What the fuck? Oké. Hij zakt helemaal in. Hij moet nu bijna aan zijn einde zijn, kom op man. Ja, kom op. Oh, hij schiet ook vuurballen. Fuck, maar hij is van water. Fuck. Die groen slijm of zo. Ja, kom op. Nog een hit. Eigenlijk is het nu gewoon de laatste hit en that's it. En dan moet ik hem finishen. Ik dacht dat dit de grote levels ging zijn, maar het zijn echt alleen maar 4 gouden canisters. Ja, nog 1 hit. Oké. Okay. Ook dit valt best wel tegen qua difficulty. Hij is klaar. Waarschijnlijk zou hij ook die Piraka's Playground. Oh wacht, we kunnen hem ook gewoon even laten zakken in de grond. Ik kan hem gewoon, ik mag hem beëindigen wanneer ik wil. What the fuck. Doei. Hij is dood. Nee, ik wil zijn eigen benen killen. Lol. Kan ik nu... Oh, oké. Okay. Ik kan het zeggen. Kan ik nu dat trappetje omhoog gooien? Oh, wacht. Daar zit een canister. Wat is daar dan? Oh shit. Pakken hem gewoon voor. Oh wat? Holy shit. Dat was niet volgens plan. The fuck? Mask of Earth los. Hoe de fuck ga ik dit overleven? Level complete. Rubble pieces. Congratulations, you have now defeated Vazork. You can play as him in Vazork's coastline. Nice.
Oh, nice. ...100 enemies defeated as Jalar. Okay. Er is weer een nieuwe mask unlocked. Welke opende na... ...Box Mountain? Deze? Rydek. Wat is dan de eerste officiële... Ja, toen ik dit deed, opende deze. Avax Stronghold? Oh, ik denk dat ik het weet. Dus ik ga het niet in volgorde doen, denk ik. Het hoeft denk ik ook niet in volgorde. Kan ik hem... Ja, oké. De Piraka Playground kan ik niet doen. Nu ben ik wel benieuwd, want ik kan hem niet up... Oké, okay, ik kan hem dus niet upgraden, denk ik. Dan ben ik wel benieuwd wat de officiële order of levels is, zeg maar. Ik ga het nu hierbij laten sowieso, maar... Kijk hoor. Bionicle Heroes. Oké, the six regions are... Oké, dus het is Rydek en dan Hakan's Volcano. Avak's Stronghold, Thok's Mountain, Zaktan's Jungle en Vason's Awakening. Oké, dus het is Rydek. Die gaan we de volgende keer doen. Dat gezegd te hebben. Piraka's Playground kunnen we dus openen nu. Ik weet niet of we daar meteen heen teleporteren of dat we... Oh, oké. Okay. Ja, oké. Okay, dus de Piraka Playground kunnen we heen. Maar daar gaan we nog niet heen, want... We hebben nog niet alle Piraka's gedefeated. Dus dat is nog niet echt nodig. Nee.
Game progress, 11% al? Wat? Oké. Ik ga het hier eindigen. En dan ga ik jullie zien bij de volgende. Dit is een hele korte aflevering. 15 minuten. Ja. Dat gezegd hebben. Ik zie jullie de volgende keer. Doei.